Nou, het initiatief is eigenlijk gisteravond begonnen. Mijn collega Gabriella Café, jeugdagent, die stuurde mij een berichtje om te zeggen, kunnen we niet een hart onder de riem steken bij alle hulpverleners die in het RUMC aan het werk zijn? Nou, dat hebben we gedaan. Dus als het goed is, komen er zo meteen allerlei brandweer, ambulance en politiemedewerkers om het zorgpersoneel hier in het RUMC een hart onder de riem te steken van hun lastige werk op dit moment. Nou, ons teamleider kwam langslopen en die bracht op de hoogte van 12 uur komen we beneden bij 1 en dan komen de brandweer en politie eigenlijk opjuichen voor elkaar eigenlijk. Ja, dus ja. Is dat ook een beetje om hun te bedanken? Ja, zeker weten. Hun werk ook eigenlijk in de vitale sector en ook hun werk nog steeds eigenlijk voor iedereen. Voor personen die thuis opgehaald worden, vervoerd naar het ziekenhuis en met elkaar werken we allemaal eigenlijk. Wat vind je ervan dat in ieder geval vorig weekend mensen geen afstand hielden? Doet dat pijn als je in het ziekenhuis werkt? Ja, het doet wel veel met je, want wij werken wel voor hun. Dus we wachten dat hun ook eigenlijk aan de regels en de maatregelen houden thuis. Zeker weten, ja. Ik vind het jammer dat het niet naar geluisterd wordt soms. Ja.